Guus Joppe is zijn basisplaats sinds november kwijt, maar mocht vrijdagmiddag tegen Westlandia toch weer minuten maken. Het gewonnen van Westlandia, ja, wat zegt dat nou? Ja, wat zegt het nou? Het is gewoon een extra soort training, zeg maar. Dus ja, dat je hem wint is lekker, maar het gaat vooral dat iedereen weer even 45 minuten speelt en fit blijft. En ja, dat is gebeurd, dus is goed. Ja, het is natuurlijk geen echte wedstrijd natuurlijk, een beetje een amateurclub natuurlijk. Maar je zegt, het voelt als een training? Ja, het is 3 kwartier even gas geven en ja, het is gewoon een soort prikkel, dus een soort training dan, ja. Hoe is het voor jou om nu hier te zijn bij NEC? Ja, ik denk dat het genoeg gezegd is over de eerste seizoenshelft, dus daar hoef ik het niet meer over te hebben. Tweede seizoenshelft, ja, die is wel minder voor heel de club, denk ik, ja, voor iedereen. Dus dat al wat duidelijk is en dat we de tweede seizoenshelft met een andere... Ja, ik wil zeggen instellingen, maar er moet wel altijd andere, uit een ander vaartje getapt worden, ja. Ja, jij bent ook vaak basisspeler, ook vaak wissel. Met Latsanius wissel je af. Wat is het verschil tussen jullie als rechtsback? Ja, wat is het verschil? Ja. Terry is misschien iets aanvallender, misschien iets verdedigender. Maar ja, beide kwaliteiten, dus het is altijd een trainer wie die opstelt. Dan heb je nog Bart van Rooij erbij, een van de jongere spelers. Jij bent ja, eigenlijk wel een van de oudere, ervarende spelers in deze ploeg. Hoe neem je die rol op jou bij dit elftal? Ja, ik ben nou niet... ik denk dat Rens, Marco, Joey... zijn allemaal oude rotten. Of ja, oud zijn ze nog allemaal niet zo echt. Maar dat zijn we hebben een ouder groepje, zeg maar. Maar ja, wat we doen, precies doen. Maar ik denk dat we gewoon als groep veel meer moeten... samenwerken en de leiding pakken met die gasten. En wat je zegt, Bartje van Rooij, het is leuk dat zo'n jonge jongen erbij is en hij doet de kasten goed. En ja, je ziet wel dat hij ook een kwaliteit heeft. Ja. Maar jij hebt dus natuurlijk, ja, je zegt een beetje, je bent niet echt een van de leiders, maar voor Bart van Rooij kun je misschien wel ja, van invloed zijn. Ja, maar die jongen die kan van zichzelf heel goed voetballen. Dus heel veel tips hoef ik hem, heb ik het idee niet te geven. Dus nee, dat is zeker op spelen iets om rekening mee te gaan houden. Ja. Ja, dan naar Hannover dus. Dat is echt de ploeg om waar je tegen wil spelen, denk ik. Ja, dat is wel een mooie uitdaging, club uit de Bundesliga. Al jaren, dus ik denk dat ze onze borst wel nat kunnen maken. Maar het is wel gewoon een mooie test voor ons. Vorig jaar speelden we tegen Braunschweig, ook die tweede wedstrijd. En ik denk dat het ook een goede en leuke wedstrijd was. Dus ik ben benieuwd wat het deze keer gaat worden.